Mijn visie is echt dat Cambodja overstroomd wordt echt door de liefde van de vader. En dat het daardoor echt een transformatie is. En daarvoor doe ik het eigenlijk. Omdat ik zelf zijn liefde heb ervaren in mijn leven. Als je het in procenten ziet, in Cambodja, er zijn 14 miljoen mensen. En elke week bereiken wij 70.000 mensen, in procenten gewijs. En die 70.000 mensen, dat zijn mensen die je direct ontmoet. Maar die mensen die gaan naar huis en die gaan ook nog praten. En dan ga je ze laten dromen. Die zeggen, ja, dat is ook al zo, weet je wel. En dan, weet je wel, dan gaan ze dat pakken en dan gaan ze ook die mensen stimuleren om ook weer te... Dus eigenlijk ben jij de steen in de vijver die de ripple effect maakt. Ja, precies. Joke van Opstal. Als jonge verpleegkundige komt ze in contact met Cambodja als ze in een vluchtelingenkamp gaat werken op de grens van Thailand en Cambodja. De nood van de Cambodjanen raakt haar hart en vooral kinderen ontroeren haar. Ze start het project Hope for Cambodia's Children, een project voor kinderen in de sloppenwijken. Inmiddels is het werk gigantisch uitgegroeid. Met haar organisatie bereikt Joke wekelijks 70.000 mensen. Met een staf van 160 medewerkers richt Joke zich nu ook op aidsvoorlichting onder tieners en volwassenen. Verder sticht ze kleine huiskerken in heel Cambodja. Daarnaast adopteert Joke 7 Cambodjaanse kinderen. Haar drijvende kracht, Gods liefde doorgeven. Kinderen hebben echt jouw hart. Waar komt dat vandaan? Waar komt dat? Nou, ik denk dat kinderen heel kwetsbaar zijn. Sowieso. En heel erg makkelijk beïnvloedbaar zijn. Zowel voor het goede als voor het slechte. Maar ik denk ook dat ik die kinderen nu al als toekomstleiders kan zien. En daarvoor investeer ik ze. Om te weten wie ze zijn, wat hun identiteit is. Om ze kennis te geven. En dat ze... onderwijs hebben, dat ze weten dat ze waardevol zijn geliefd. En ik denk ook dat ik één ding geleerd heb over het doen, weet je wel. Het is niet... Dus dat heb ik jaren gedaan, doen, maar eigenlijk, het heeft allemaal geen zin. Het is nooit genoeg. En als je dat knopje gaat draaien, Dan verandert alles. Dan kan je echt rusten. Dat maakt eigenlijk helemaal niet. Er is niks wat ik kan doen dat God meer van me doet houden. Er is niks wat ik niet kan doen dat God minder van me doet houden. Mijn visie is echt dat Cambodja overstroomd wordt echt door de liefde van de vader. En dat het daardoor echt een transformatie is. En daarvoor doe ik het eigenlijk. Omdat ik zelf zijn liefde heb ervaren in mijn leven.